it's an issue that I have, but I think I have maybe 10 jars of peanut butter right now. That's too many peanut butter. Look at this. Jeep, jeep. Fuck off, dude. No, 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 my chickens. Hier, yes. Oké, dit was gefixt, dus nu hebben we wat geheld. Oh man, ik zou nog zeggen, die bear traps, die heb ik zelf neergelegd. Dat heb ik zelf gedaan. Geen idee of dat de beste tactiek is, maar ik doe het van het gevoel. Niet moeilijk doen. At least I got some rockets, which is nice. Thanks, Nightbot. Okay, I need to focus and chill. Oh my god, thanks for the raid again. Do these before the... Ooh! Now I don't trust the chat anymore. These nuts. These nuts. Very nice, very nice. Love it. Quality. Call them. Hey, hallo. Het is goedemiddag. Goedemiddag, het is goedemiddag. Hey, goedemiddag. Goedemiddag, beste mensen. Ik zou bijna zeggen goedemorgen. Wat een blunder zou dat zijn. Ik moet even... heel goed kijken nu. Hey, hallo. Waarom moet ik goed kijken? Ja, de retro games zijn voorbij. Ik heb besloten van dat het dat feestje is voorbij. We gaan alleen nog maar nieuwe games spelen. Vandaag. Alleen maar nieuwe games. En misschien hoorde je het net al. Het is een nieuwe release, hot off the press. Maar waarom kijk ik... Misschien vraag je je af, waarom kijk je daarnaar? Zo. Omdat ik een monitor erbij moest pakken. En... kan ik dat... Even zo. Ik heb de monitor nodig. Ook voor de chat. Ik kan alleen de chat wat moeilijk in de gaten houden op deze manier. Want de chat staat nu werkelijk daar. Dus ik moet helemaal zo kijken... En dan lees ik de chat. Oh, wat is hier leven toch zwaar soms. Kan het ook wel even zo aan de zijkant. Hier, gefixt. Kijk dan. Echt goed ben ik. De mic staat aan. Hey, hallo. En de camera staat aan. De stream staat aan. Wat wil je nog meer? Videogames. Meer videogames. En dat gaat er nu aankomen. Want we gaan even Quake 2 spelen. Eindelijk hebben ze besloten om Quake 2 te releasen. Na al die jaren, na Quake 1, hadden ze zoiets van laten we een sequel maken. En die hebben ze deze week uitgebracht. Groot nieuws. Internet staat er vol van. Dus dat gaan we even checken. Waarom? Omdat ik daar gewoon zin in heb. Oké? Okay? Luister dan. Volgens mij is het heel luid. het is voor mij in ieder geval heel luid. Helemaal oké. Okay. Oh, ja. Oh man, dit is echt super luid. Vertrouw ik dit? Het is heel luid.
Werkt dit? Dit werkt. Het is de tijd. Laten we op hard zetten. Het is een tijd geleden dat we eigenlijk echt een PC-game hebben gestreamd. Dus het is even prutsen. Het voelt wat onwennig aan. Maar was het vrijdag? Nee, het is gisteren. Gisteren was het vrijdag. Het was deze week dat hij uitkwam, toch? Misschien donderdag of zo? Dat ze zoiets hadden van, hey, laten we even een game uitbrengen. Door QuakeCon. Wat we gaan doen, een stukje singleplayer gaan we even spelen. En dan misschien als ik zin heb, checken we online ook nog even. Want dat heb ik zelf nog niet zo gecheckt. Maar online is de big deal. Dat het wel weer wat makkelijker is om Quake te spelen eigenlijk. Dus ja, we gaan het meemaken. Geen idee wat ze allemaal hebben gedaan voor Quake 2 met de release. Maar één ding kan ik wel zeggen is dat dit er best wel cool uitziet. Ik ben wel een beetje geneigd om het te skippen. Dat is niks persoonlijks. Het is heel, heel apart om weer twee monitoren aan te hebben. Dat heb ik een tijd niet gehad. De monitor staat ook op een hele gekke locatie nu. Het is wat het is. En ja, ik weet het, ik moet opletten, maar ik heb dit al vaak genoeg gezien. Quake 2. Wat is mijn mening over Quake 2? Quake 2 online. Ontzettend veel gedaan. Via de modem 28.8. K-modem. Moest er altijd inbellen. En volgens mij in deze tijd was het ook niet zo heel lang totdat we ineens de... Ik heb het idee dat de audio echt heel luid is. Maar dit is de tijd dat we ook ineens kabel kregen. Telekabel kregen we toen de tijd. Ja, volgens mij was het hele kabel. En dat was echt de bom. En online was toen heel cool. Omdat je ook tegen mensen speelde die juist zo 28k 8 of 56k modem hadden. Dat hebben we eigenlijk nooit gehad. We maakten echt de jump van 28 naar kabel. Maar ja, je had misschien wat voordeel online toen de tijd als je kabel had. Maar dat was volgens mij ook niet zo lang van duur. Volgens mij was het wel ineens aardig snel dat iedereen kabel kreeg. Maar ik herinner me dat we toen een Nederlandse server hadden gevonden. Waar vooral mensen op zaten die alleen een modem hadden. Maar luister, wij hadden niet een goede PC. Dus dat was het tegenovergestelde. We hadden goed internet, maar onze PC was vooral rond de tijd van Quake 2 niet zo heel goed meer. Dit is fucking luid. Music. Hey, de muziek is heel goed. Maar ik zet het allemaal wel even iets zachter. Ik denk dat dit oké is. Maar, ja. Is dit oké? Het lijkt nog steeds heel luid. Het lijkt. Het voelt aan. Ook van mijn kant. Oh, misschien is het wel luid ook omdat ik er twee keer naar luister. Kan dat? Het lastige is van, ik kan de stream even checken, maar... dat geeft geen goede indruk, denk ik. We doen het hier wel even mee. Toch? Zo. Shift is crouch.
Maar dit is een spel die ik daar vroeger speelde. Altijd meer met natuurlijke cheats aan. Dus heb ik ooit... Ik heb hem uitgespeeld, maar dat was toen de tijd denk ik echt serieus met cheats. Dus nooit... Nooit echt, echt uitgespeeld, zeg maar. Gaan we dat vandaag doen? Of binnenkort? Nee, waarschijnlijk niet. Maar ik was erg benieuwd naar de port. En wat ze... Ja, het is een soort remaster wat ze daar eigenlijk aan hebben gedaan. En mijn eerste indruk, gisteren heb ik het even gespeeld. Mijn eerste indruk was zeer positief. Vooral ook omdat ik eigenlijk bleef spelen. Ik dacht van, nou, ik check even één leveltje en... Ja. Want het een kwam met het ander. Zo. Zo. Het is gewoon een fucking goed spel. Ik snap nooit zo de kritiek op Quake 2 eigenlijk. Als je het vergelijkt met Quake 1. Ook niet online. Volgens mij vinden meer mensen Quake 1 beter. En op zich kan ik me daar wel in vinden. Maar het is niet van dat Quake 2 nou zoveel slechter is. Toch? Oh ja, ik moet er nog even iets aanpassen. Zo. Quake 2. Blam. Oh, daar staat zelfs een melding bij. This is a mature rated videogame that may not be suitable for some viewers. Dus voor de mensen thuis. Als het niet suitable is, doe je ogen dicht. Want er zit bloed en geweld in dit spel. Ik ben vooral benieuwd naar het online gedeelte eigenlijk van het spel. Quake, trouwens, het is goed om te weten voor de settings. Ik heb de, hoe heet het ook weer? Ik heb wel de filtering uitstaan van de textures. Ik waardeer meer de strakke textures. En die look eigenlijk. Nee, ik wil wel naar boven lopen. Ik wil naar boven lopen. Maar ik denk dat we een heel klein stukje van dit even checken. En dan gaan we zien wat online de deal is. Volgens mij een paar jaar terug, 2 jaar ongeveer. Toen hebben we wel hier ook naar gekeken. Of in ieder geval wat Quake 1 gedaan online. Of we hadden het er vooral over om Quake 1 online te doen. Maar dat is nogal gedoe. Oké, volgens mij liggen wat bullets hier. Het voelt heel vreemd aan om een PC-game weer te spelen op een stream. En verwacht niet dat ik dit heel vaak ga doen. Ik weet niet wat het is. Ik weet niet of ik weet denk ik wel deels wat het is. Hey, motherfucker. Het is wat omslachtiger. En als er één ding is waar ik niet van hou, is het wel omslachtige meuk. Maar wat me vooral opvalt, de kleine dingetjes die ze gedaan hebben, weet ik allemaal niet hoor, met de remaster. Maar de belichting ziet er wel, het ziet er wat strakker uit, de belichting ziet er beter uit. Maar ik vind de look van deze game is gewoon top. Ik vind het hier in ieder geval top uitzien. Misschien een beetje bruin, maar ik storm er daar zelf niet zo heel erg aan. Zo. En, nee.
shit. Moet ik dan hier ze naar beneden? Ik wil de super shotgun. Alleen, om eerlijk te zijn, vind ik deze shotgun misschien beter klinken dan de super shotgun. Maar laat ik dat niet te hard zeggen. Van, we moeten dat. Ik moet de super shotgun even in mijn handen hebben. Waarom sta jij hier nou weer? Zo. Ik ga toch even iets doen. Want ik vertrouw het niet met die audio. Want ik hoor de audio denk ik 2 keer. Doe ik dat ook weer? Hoe doe ik dat? Mijn channel. Oké. My channel. En waarom gaat hij nou niet naar mijn channel? Oh, ik moet hier zo op klikken. Video's. Klik daarop. Bloed en geweld in dit spel. Oh, het klinkt eigenlijk veel zachter. Maar dat komt omdat ik denk ik de 2 keer de audio hoor. Het online gedeelte eigenlijk van het spel. Oké, dan weten we dat. Dan is het gewoon aan mijn kant sowieso veel luider. Het is wat het is. Maar het ziet er goed uit. Volgens mij iets met de belichting wat ik eigenlijk al zei. Maar ook de schaduw. Wat natuurlijk een resultaat is van de belichting. Maar... de hond. Het is een soort van hond. Was hij helemaal vergeten? Ik denk dat ik heel veel vergeten ben van deze game. Zo. Oké, goede jump. Fuck me, dude. Zo. Was de equipment wheel altijd een ding? Volgens mij niet. Kom hier dan. Nice. Hun aim is wel insane, soms. Het is lastig om er voorbij te streven, zeg maar. Hallo? Waar komen deze dudes ineens vandaan, joh? Zo. Ik heb nog af en toe even de... Oh, dat is een alarm. Ik heb af en toe de neiging om op R te drukken om te reloaden. Zo. Laat me met rust, mijn held. Slim. Zit hier beneden nog iets? Oh! Er zit beneden iets. Ik ben gemeld. Oh, dude. Zullen we gewoon online even checken? We checken even online. Want hoe werkt online?
Set the players. Continue. Online. Accept all. Moet ik in de options trouwens nog even iets aanpassen? Multiplayer. Tag. Bloody mess. Nee. Oeh, eng. Nee, ik wil niet de cyborg. Dead dude. Yes. Ik ben een dead dude. Enable voice chat. Nope. Enable microphone. Push to talk. Nope. Cosplay. Ja, denk het. Multiplayer. Continue. Online. Join. Hoe kan ik filter? 3 mensen. Het is niet de beste lijst. Ik wil wel een lage pin natuurlijk, hè? Zet refresh. 7. Ja, fuck it. Fuck it, we gaan gewoon dit meemaken, man. Setting up lobby, waarom? Dit is echt zo lang geleden dat ik... dat ik multiplayer heb gespeeld. Hoe en waar moet ik zijn voor wapens? Juist. Ja, dat is natuurlijk niet eerlijk. Dat is niet eerlijk. Hier is een wapen. Oeh. Wil ik dit ook oppakken? Oh, dat is heel slim. Oh, dit is heel iets anders. Dit zijn andere wapens? Oh, het zijn mijnen. Is dit een soort van... zit ik in niet in de originele Quake-server nu? Huh. Ik denk dat dat het geval is, want ik zag al een ander wapen ook net. Ik doe mijn best. We gaan een andere server opzoeken. Want dit is geen... Dit was niet een originele. Join match. Hoe kan ik... is dat de filter? Match browser? Ja. Oh, dit is zelfs co-op. Dat is op zich ook wel cool. Je kan ook gewoon natuurlijk een server starten. Die Edge. Dat is een fucking hoge pin, man. Hmm.
Qui-Gon Jinn. Zoiets stond er volgens mij. Hallo? Is Xbox? Enter. Ging naar Capture the Flag, denk ik, en daarom deed hij het niet. Ik had verwacht dat er misschien iets betere browserlisten dingen zou zijn. Join match. Maar dat is wel awesome dat crossplay is met volgens mij gewoon alles. Oh! Hebben we een Instagip server? Fucking yes. Oh man, dit wordt wennen. Oké. Okay. Oh my god, dit zoveel gedaan vroeger. Dit is de map. Oh, dit is veel te snel voor mij, joh. Nee! Oh, oké. Okay. Ah! Lame. Oh! Het is heel snel. Ik kan dit niet meer. Ik kan dit niet meer aan. Oh. Oh. Ik hoop dat het hier alleen, dat het alleen bij deze map blijft, want dit is de map voor de real gun. Dit is mijn plek. Dit is mijn plek. Laat me met rust. Wat zei ik nou? Laat me met rust, toch? En normaal als je niet... Nee, dat voelt niet veilig aan, zo beneden. Je moet wel, er zit net zo'n delay in dat je... Nee, dat is toch... Nee. Hey. Goed genoeg. Please. Dezelfde map, alsjeblieft. Nice. Nee, blijf nou gewoon in die map, man. Ik hoop dat het in die, dat we hier zo om blijven. Yes. Oké, dit is de stream. Ik weet niet. Het is moeilijk. Ik kan het. Ik zie dat ik af en toe iets neergeschiet. Maar het is zo twitchy. Zie, die was gewoon heel snel met schieten. En ik denk dat ik het vooral moet hebben van muscle momentjes zoals dat. Nee. Zie je, ik wist het. En ik had niet moeten schieten, ik had misschien even moeten wachten. Ja, oké. Okay. Nu denk ik te veel erover na. Hé, hey, de Jelmel. Dit ziet er wel naar uit. Dit is PlayStation 5, Xbox en PC. En je moet een 480 hebben eigenlijk ervoor. Maar ik heb de settings wat lager gezet. Dus het draait wel om mijn PC gelukkig.
Maar geen retro games meer, geen pixel art. Alleen maar harde graphics. Disconnected? Ah, wat? Ik denk... Zou ik gewoon een... dit is jammer. Want dat was wel mijn favoriete plek eigenlijk. Join match. Ik denk dat ze mij gewoon gekickt hebben omdat ik te goed bezig was. Ik denk dat het is. Refresh. De edge moeten we hebben. Zou ik gewoon dejoin? Volgens mij is het de edge toch? Please, met real guns. De normale guns kan ook gewoon. Ik weet altijd van, dan sprong je gewoon naar beneden, naar dat ronde... Hier, Japje zag ik net ook al. Maar van vroeger dan... Oh, wat is dit dan? Loading? Oh, dit is heel iets anders. Is het... Dit is co-op. Wil ik co-op checken? Laten we co-op heel even checken. Is er friendly fire, denk je? Dit is chaos. Ik heb dit nog nooit gezien. Dit ziet er toch awesome uit. Man, waarom zou ik retro games spelen? Ik heb wat gemist. Als ik dit zo zie, dan denk ik echt van... Dat is wel, denk ik, een van mijn grote dromen. Is om gewoon eens een keer ook zoiets te kunnen maken. Een tijd terug wel bezig geweest ook in... Hoe heet die map editor ook alweer? Oh my god, nou ben ik de naam vergeten. Kan ik hier niet gewoon doorheen lopen? Ja. Iedereen stopte voor de laser, maar we kunnen er gewoon voorbij lopen. Ik ben klaar met... ik wil geen co-op. Ik wil killen. Hoe heet die map editor nou? Join match. Ah, dit was wel een hele hoge ping. Dit was 300. Dat is wel... dat is insane. Kan niet mijn voordeel werken. Ja, we checken wel even hoe dit aanvoelt. Maar dit is dus niet... nee, dit voelt niet... dit voelt niet goed aan. Even zien. Ja, ik druk de knop in en het is echt 2 seconden later dat hij dan afschiet. Ik had wel gehoopt dat... Dat je sowieso online kan spelen is al super cool. Maar ik had gehoopt dat... DJ Zoe... hier zaten mensen in. Ik had gehoopt dat je misschien wat meer filteropties hier had. Dat je ook kon zeggen van, hey, Railgun Only. Dat je precies kon selecteren welke modifiers je wilt en welke map. Ja, volgens mij zitten we weer op de juiste plek. Ha! Ik wist het. Had ik hem? Ik had hem. Nee, ik had hem niet. Ik had hem niet. Kaffa, nee. Ah ja, ik had wel iemand. Nou. Oh. Bummer. Please. Yes. Gratis frek. Oh, maar ik kan niet... Zoveel dit gedaan. Echt zoveel. En echt op een crappy PC eigenlijk. Want dat was een Pentium 100.
En dat was ook erg wel het minimale wat je kon hebben. Want rond die tijd had je ook al mensen met een 133 hertz PC. Zo. Oké. Ik denk dat we toen een Voodoo 2 2000 hadden. Nee, was dat gewoon een Voodoo 2, toch, denk ik? Onze eerste PC-upgrade daarna was een Pentium 3450. En toen hadden we wel een Voodoo 3 3000. Even zien. Fuck. Soms. Dit is, die zijn lastig om op te knallen. Oh shit. Nee, dat is een heel gevaarlijk plekje waar ik stond. Zo, in zijn rug. Ja, dat was een beetje naast. Zo, dat was nice. Bonus skill shot. Oh, dat was mooi. Jammer. Ik wil naar boven. Oh, waar een fuck. Hey. Oh. Nice. Oh, is deze lift ook iets wat helemaal naar boven gaat? Ja, oké. Oeh. Ah. Yes! Oh, wat een spel. Oh, wat een spel. Shit. Ben ik nou gekikt? Ik zeg bullshit. Ik werd gewoon gekikt. Ik was te goed voor ze. Continue. Online. Join. Het werkt niet allemaal even goed volgens mij. Maar het werkt goed genoeg. Het lijkt me wel eens leuk om gewoon een server even aan te zetten. En zelf te maken. En dat we dan wat potjes gaan spelen. De Edge. Ik hoop dat ik gewoon gekikt word. Omdat mensen zoiets hebben van oké, ik heb ook weer genoeg gezien. Dus dat ze gewoon stoppen met de server. Niet dat het een soort van connectieprobleem steeds is. Maar het belangrijkste is... De ping was daar ook insane. Multiplayer. Online. Join match. Zie je als je hier gewoon kon filteren. Ik weet dat die filter setting staat. Maar je hier gewoon kon zeggen van... Hey, laat me de laatste ping hier zien. En ook hoeveelheid mensen. Ik verwacht dat zou vast nog wel eens komen, denk ik toch? Night Dive is meestal wel heel goed op dat gebied. Ik wil gewoon een normale joinen. Normale. Oké. Ik had alleen een blaster. Ik wil ook al rocket launcher. Hey. Oh ja, ik heb automatisch weapon equip dinges uitstaan.
Voor single player is dat oké, maar misschien voor multiplayer niet zo. Hallo? Dat die quad damage moeten pakken. Shit. Chicken. Oh, yo, he's a real gun. Hij sprong gewoon naar me toe, man. Ik heb het idee dat de mensen hier zo iets beter zijn. Dit is een apart wapen en holy shit, wat een herrie. Ik denk dat ik echt de voorkeur heb gewoon voor... Railgun. Railgun of gewoon een normale map met normale guns. Ha, nice. Er gebeurt veel. Oké. Tijd om serieus. Wat voor gun is dat? Dit zijn volgens mij allemaal guns van bepaalde uitbreidingen of zo, die ook toegevoegd zijn. Oh man, deze is toch die is veel te langzaam. Endgame. Ik wil een... ik wil zoveel. Ik wil een... gewoon een Edge. Gewoon een Edge. Ik heb nog een kwartiertje. Vandaag ook niet zoveel tijd, dus... Yep. Had hij een Turok banner? Oh! Tuurlijk heeft iedereen... Ik zat te wachten zo van... die heeft er waarschijnlijk geen railgun, dus ik kan wel even wachten, maar... Hier zitten betere mensen op, denk ik. Yep. Of. Ik ben gewoon weer ineens slecht. Hey. Die lift is veel te langzaam. Huh. Het gaat er niet om de beste te zijn. Vroeger had je wel dat idee altijd van... Je moet op nummer 1 eindigen. Want anders is het waardeloos. Het gaat om de fun. Het gaat om de fun. En heb je fun nu? Ja. Maar ik wil wel winnen. Maar dat zit er niet in. Niet als je zo speelt. Oeh, had ik die? Nee, die had mij. Lastig. Hey! Het is zo leuk. Het lukte niet daar zo, maar het is gewoon zo leuk als je een jump kan doen en iemand uit de lucht kan schieten. Of je schiet iemand juist die jumpt. Ik geef gewoon de schuld aan de latency. Oeh.
gewoon hier even in. Hoe val je ook weer daar naar beneden? Had ik die? Die had ik ook volgens mij. Moet gewoon even rustig. Gewoon even rustig blijven. Zolang je maar niet laatste staat, dan is het op zich oké. Niet in het water. Holy shit. Nope. Wie schiet? Huh? Ja, dan ben je te lang in de lucht. Dan vaar je er ook een beetje om. Nee, dat was dom. Dat was dom, dat was dom. Waarom doe je dat? Waarom doe ik dat? Oh, jeuk aan mijn neus. Huh. Ik kan het langst... Huh. Huh. Ik wilde net schieten. Te veel dudes hier. Dammit. Huh. Huh. Oen. 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 Yes. Huh. Nee. Ja. Huh. Nee. Huh. Oké. Okay. Easy. Sta je nu de hele tijd daar? Eén bot. 100% één bot. Oké. Okay. Kom een beetje in de flow, denk ik. Oen, oen. Oen. Oké, okay, niet te campen, dude. Straks kikken ze hier. Ah. Was te lang in de lucht. Oh ja, je valt hier naar beneden. Zie je, want altijd met deze map, dan had je daar dan de rocket launcher en dan liep je hier naartoe. Ik heb het idee dat hier... hier is meer actie dan... Oeh, die is lastig om te zien met het rode trouwens. Zo. Hey, het gaat best wel redelijk. Nee, wat was dat? Ja, oké. Okay. Poep. Poep. Zie je, als meer mensen verdwijnen nu, dan lijkt het net alsof ik laatste ben. Nee. Achter me. Dat was een sneaky jumper. Oké, okay, nou heb ik het idee dat er te veel mensen om me heen staan. Hey.
Dat is lastig. Lastig. Nee, ga hier weg. Ik ben te paranoid geworden. Nee, nee. Yes. Nee. Hier beneden, dat is niet chill. Oh man. Dat was mijn kill. Nee. Dat is niet heerlijk. Ik doe hetzelfde steeds, maar die richel daarboven is nasty. Ik ga gewoon de hele tijd daar campen. Nee. Je moet niet zo jumpen, dude. Nee. Ik wist het. Maar ik had zoiets van, ik moet hier snel weglopen. Of iemand sowieso killen. Ja, die trap is niet... niet mijn favoriet. Hey, vierde. Niet laatste. Maar dat is helemaal oké. Het is een beetje intens. Shit. Waarom staat een oude stream aan op de achtergrond? PC games. Het is een ding. Het is lastig. Ik wilde even snel kweken checken. Dit was een hele chaotische kweken stream. Maar ik heb meer dingen te doen vandaag. Quake 2. Man, die singleplayer. Ik denk dat ik gewoon die singleplayer wat meer... Ik ben erg benieuwd naar die singleplayer. En ik wil er meer van zien. Quake 2. Die stijl, die spreekt me altijd heel erg aan. En wat ik al zei... Het lijkt me wel... Het is lastig, maar het lijkt me wel eens cool om zo'n soort gelijkspel te maken. Zeg maar zoals Quake 2. Met gewoon die stijl en die textures. Hoe heet die... Even zien. Kan ik dat snel vinden? Hoe heet die map editor nou? Als ik het zie, dan is het meteen zo van... Oh ja, dat. Nou ja, ik kan... Quake Map Editor. Trainers Broom. Juist, dat is hem. Het is een heel leuk programma om in te werken. Heel leuk programma. Ook niet zo heel erg lastig om te leren. Daarmee kan je die mappen maken. En dan met je textures. Het is zeg maar redelijk eenvoudig. Je kan ook wel hele complexe dingen maken. Maar het is gewoon... Trainers Broom is een goed programma. Lastig met Trainers Broom. Is het heel erg lastig? Het lastige van Trench Broom is als je zoiets doet dan met Unity of Godot voor een game engine. Godot is volgens mij wat makkelijker om die mappen dan ook te importeren. Bij Unity is het soms een beetje omslachtig. In ieder geval de laatste keer dat ik er naar keek, en dat was misschien 2 of 3 jaar geleden. Maar je hebt dan je map editor en die wil je dan inladen in Unity of Godot. Of je andere favoriete engine. Ik weet niet zo met UDK hoe dat daar zo hoe het daar zo werkt. En of dat te doen is. Maar het werkt gewoon heel fijn, Trench Broom. Om levels te maken en zo. Het is echt leuk. Maar het lijkt me gewoon eens cool om zo... Of zo map te maken met eigen textures en dergelijke. Of gewoon een soort van prototype met de... Wat een beetje een Quake vibe heeft. Maar goed. Quake 2, coole game.
coole game. Ik wilde multiplayer dat even zo de Edge een paar ronden spelen met de Railgun. Ik merk wel, misschien is dat ook omdat het dus nog een beetje vroeg is, maar ik merk wel dat het ook wel super hectisch is. Het is wel super hectisch. Dus na een paar potjes heb ik het ook wel even gehaald. Het is heel iets anders dan even de andere games die we hier vaak spelen. Over spellen gesproken, vandaag, daarom was ik ook even niet met de stream wat vroeger vandaag. Er komt een video online, een unboxing video op de YouTubes. Die is denk ik straks al klaar. Dus wil je meer zien van dit en nog een paar nieuwe games die ik binnen heb gekregen, wel wat retro games, dan staat er straks een video online op de YouTube. Dus bij deze. Dan kan je die nog even rustig checken met een bakje koffie. Met een bakje pleur. Waarschijnlijk morgen wel weer een streampje. Maar de volgende stream, dan gaan we wel weer gewoon bezig met Batman. Batman hebben we gisteren even gedaan. We hebben wat progressie geboekt voor de Nest Challenge. Maar volgens mij wordt het steeds moeilijker. We waren ongeveer bij stage 4, 3 of zo. Dus tegen de bos aan. Maar we hebben niet de bos gezien van die stage. Ik heb een goed gevoel bij Batman om in ieder geval door stage 1, 2 en 3 te gaan. 4 moet ik echt nog even goed leren. En we zullen zien. Ik kan niet zo goed herinneren van wat er de bos van is. Want volgens mij ben ik daar de laatste keer dat ik het speelde, ben ik daar ergens gestopt. Ja. Dus nogmaals, wil je nog meer zien van retro games, daadwerkelijk retro games, dan staat er een video straks op YouTube. Wil je notificatie daarvan, dan join je gewoon de Discord channel. Daar wordt alles gepost. Alles. Alles. Maar we laten het hierbij chaotisch met Quake 2. Een chaotische stream. We gaan die later nog eens een keer rustig checken. Maar ik denk dat Quake iets meer een avondstream ding is. Gewoon een avond even chillen. Even multiplayer spelen. Mensen, een fijn weekend. En tot de volgende keer. Rustig aan. Hassel.